Okay, people, let's go to work. Hallo mensen, hartelijk welkom bij aflevering 70 van Disneycraft. Aflevering 70 mensen, ik kan me eigenlijk aflevering 1 nog heel goed herinneren als de dag van gisteren. Dat we met Bardo samen in die attractie zaten, de ondergang. En dat was zo... ik kan me niet voorstellen hoe dit park zo groot is geworden en zo hard is gegroeid. En mede dankzij die geweldige medewerkers die we hebben. En ze zijn er nu niet allemaal bij, want een klein gedeelte is naar de Efteling. Gio, Brian, Rick, Quinn, Demi. Zijn allemaal weg. Erik zit zonder stroom. Nou, dus we moeten het even doen met Rovi, Irma, Sammetje en Blote Bilet. De afdankertjes. Afdankertjes, ja. De afdankertjes. Hey. Ja. Het feit dat ik Belg ben is wel erg genoeg, hoor. Nee, het zal toch niet? Ja, je zit al wat frieten te eten, maar dat maakt niet uit. Oh, wauw. En ik wil als eerste gewoon even zeggen, jongens, echt waar, zonder jullie, zonder al die mensen die elke dag Disneycraft joinen met succes, met plezier ook het liefst. Dat hoor ik zo graag, als mensen met plezier de server joinen, dat ze zo achter het park staan en achter, dat ze zoveel respect tonen om de dingen te bezoeken die wij bouwen voor ze en voor onszelf natuurlijk. Want ja, we bouwen het park natuurlijk voor iedereen, dus wij zitten daar ook automatisch bij. Maar we mogen echt, iedereen mag trots zijn op wat we hebben gemaakt. En we besteden nog steeds bijna elke dag aandacht aan dit park. Ik neem aan, bijna elke dag zeker wel. En het is onmogelijk dat we die snelheid die we hebben gemaakt met bouwen in het begin, dat we dat hebben, dat we dat aanhouden. Ik denk je niet, Roby? Nou, maar niet. Nou, zeg maar, wij hebben zoveel tijd besteed aan en aandacht aan bouwen vroeger. Ja. Dat heel lastig is om dat nog aan te houden, omdat we eigenlijk al zoveel hebben gebouwd en zoveel hebben bereikt met de server, dat we eigenlijk, ja, we bouwen niet minder, maar... Nee, oké. Je snapt wat ik bedoel, toch? Het is best wel lastig uitgelegd, maar wij doen nog steeds ons best en daarom is Rovi ook bezig aan... Hallo, Winnie de Pooh. Hallo, Winnie de Pooh. Hallo, Winnie de Pooh. Nou, meneer de Pooh, ik vraag gewoon even hallo en u zit gelijk mij af te stouwen met een ja wat. Ik kan er niks aan doen dat ik geen honing heb. Nee, ik kan er niks aan doen. Ja, wat? Meneer, ga maar even netten doen tegen mij met je honing in je hand. Ja, ik dacht dat je mijn honing wilde weerstelen. Alsjeblieft, hou maar. Ik hoef die honing niet. Die is overdatum, die is lekker niet zelf. Rijp. Nou, kan, ja. Het is uit een verse boom. Ja, en inderdaad, ik zie hier jongens, Gijs Geluk, even een ode aan Gijs Geluk. Die heeft zijn naam, gewoon Guus Geluk natuurlijk, maar die heeft ook echt een hele leuke Donald Duck skin. Een Guus Geluk skin, dat is echt heel leuk. En ik zie daar een Assassin slot, Jochem Lamp. En even kijken, Dizzy met Erik zijn hoofd gejat. Wat hebben we nog meer? Een opvallende skin hier, een eend. Een beetje Gio wannabe, ook met een bril op. En ik vind deze ook heel apart van Xander, dat is een echt heel apart poppetje. En even kijken, wat hebben we hier? We hebben natuurlijk, even kijken, die lekt een beetje die jongen. In dat groen, die heet Dejoel. En ik zag daar nog een monster, kijk, een monster van Monster & Co, maar dan een wat enger gezicht. Even kijken, wat hebben we nog meer? Een creeper in een jack. En wat hebben we nog meer? We hebben hier, we hebben jouw geluk. En we hebben hier nog iemand. Even kijken, een slot met een Tarzan skin, of noem je zo'n ding? Zo'n Fred Flintstone. En we hebben een Iron Man in de server, dus die kan sowieso wel fly, denk ik. Hier hebben we een draak. En Hallo. En hier hebben we een ridder. Wauw, leuke skins, origineel. En nog een draakje. Hier, is dat een Spyro in zwart? Volgens mij is dat een Spyro. Hij lijkt op een Spyro. Ik vind die wel heel leuk. En Ruberg is natuurlijk onze eend. Meegedaan in het videootje. Ik voel me een eendje. En hij heeft ook een vlag, een Belgische vlag op zijn shirt. Nou, dan... Ja, schitterend. Brood beleg, dan kan jij met hem praten. Ja, waar is hij? Kom hij staat hier zo. En ik zie hier een Mickey en die Mickey Mouse. Gaan we even zijn voorkant kijken. Nou, dat is echt een Mickey. Die gaat even naar survival. In 3, 2, 1, plop! hij ging zo weg. En we awesome. En dan ga ik even Rovi zoeken, want Rovi is in de buurt, want ik ruik er. Oh.
Ik breek in het hotel. Nee, jongens, weg! Nee, jullie mogen tijd. Je moet ze niet binnen laten. Nee, ik heb het gedicht. Oh. Ik heb het gedicht. Ik heb het gedicht. Oké. Okay. Zit je? Ja, dit, laat het zo. Zo, huppakee. Voor de zekerheid. Oh. Wow, Robbie, wat is hier gebeurd met al die paintings hier? Oh, ben je daar? Ja, dat... Heel mooi. Was er meer? Wie heeft de tijd genomen om dit allemaal te doen? Maar goed. Ik, Irma, Sammetje. Dat waren Denise en dat waren Sammetje en Jerry. Oké, okay. We hebben het hele hotel wordt opnieuw gebouwd, hè, Roby? Je hebt nu een indeling maakje. Ik heb één kamer ingericht. Oké, okay, nou, dit ziet er nog niet uit, maar... Geintje. Oh. Deze hebben we ingericht. Nou, je ziet dat het compleet anders is. De paddo's groeien zelfs op het bed, dus dat wil al heel wat zeggen. Wat een vooruitgang het heeft geboekt. En ik zie een tv met een standaard, heel leuk. En een mooie bank hier. Die bank heeft dezelfde kleur als de grond. Heel mooi. Sst. Ik zou toch voor een houten bank gaan, Roey. Of een sandstone bank. Of een cobblestone bank. Ik denk een houten. Dan... Ja, of met die carpet. Vind deze? Ik vind deze ook wel wat hebben. Donkere. Nee. Met je houten bank zit niet lekker. Ja, daarom. Nee. Oh. En mensen gluren hier. Kijk, ze allemaal gluren. Oh. Dicht, weg. Nee. Ramen, weg. Zo. Daar staan ook nog ramen. Oh, en dan gaan ze daar weer kijken. Weg, weg. Zo, huppakee, opgezout. Nice. Oh. Zo, Robbie, geen pottenkijkers. Hallo? Lekker donker. Ja, moet die dan nog wel even... Hé. Hey. Nou. Even kijken hoor, waar kwamen wij net vandaan? Welke kamer? Even kijken hoor. Waar kwamen wij net nou vandaan? Waar kom ik nou uit? Bij een painting. Ja, hier kom ik. Pottenkijkers. Waar was dat nou? Waar was dat nou, joh, bij die painting? Hier. Wat? Aan de andere kant, je loopt de verkeerde kant op. Hier ook niet, waar dan? Nee, ook niet. Welke painting? Nee, ik was door een deur heen gegaan. Ja, hier bij deze Joey! Deur. Oh. Joey! Waar gaat hij heen? Ja, hier ja, zo! Dankjewel, Joey. Oké, okay, weg. Wow, Pietje kan er niet door. Nou, kom maar, stiekem, snel komen. Gebruik het kompas. Snel komen, Pietje, kom. Gebruik kompas. Pietje, kom. Pietje, kom. Pietje, kom! Kom! Nou, dan niet. Ja, nu komen allemaal mensen binnen. Ja, hallo. Feestje. Goedemorgen. Ja, nu kan je er niet in, want Pietje, ik heb al gezegd, kom maar naar binnen. Oh. Even kijken STP, hoor. Nou, ik vind het leuk gedaan, de hotel. We zijn natuurlijk bezig aan de vormgeving. Ik weet niet hoe het zit met de andere hotellen, want het is aardig veel werk. Zo. Andere hotellen? Zijn er dat andere? Ik doe even het geluid uit, want ik hoor echt twee muziekjes door elkaar. Zo. Komt in die stomme jukebox. Die staat ergens onder de grond. Even kijken hoor. Wat hebben wij nou geüpdate? Ik weet het al. Ik ga naar Spam. Zonder dat iemand het weet. En ik kan zeggen dat de buitenkant van het hotel is al weer een stuk aangepast. Maar we hebben het hier, jongens. Namelijk, Irma. Ja, Duckstop. Hey, jee. Je hebt het nog onthouden. Heel goed. Yay. Oh, daar hebben we een vuurvlam. Ik dronk even, want ik had ontzettend dorst van alle geklets. Alright. En... Ik heb ook nog wat melk voor je, als je dat wilt. Ja, nee, dat. Ik bedoel het echt. Geef niet, Irma. Nou, ik heb als volgt heb ik iets gedaan. Ik heb deze portal gelijkgesteld met die portal, terwijl die iets meer aan die kant stond. Hij stond namelijk, met dit pad stond die verbonden. Dus wat je nou doet is je gaat naar binnen en je kan dadelijk naar twee verschillende kanten. Je kan naar het nieuwe gedeelte waar Sam aan werkt. Sam, ben je er? Sam, ben je er? Sam? Oh, hij is weg. Is hij uitgevallen misschien? Is hij weg van Teams weer, ja? Oh ja, hij is uitgevallen denk ik. Hij is wel hier nog in de server. Ja.
Nou, als Robby hem wil verslepen in de Teamspeak, dan kunnen we met hem praten even. Wie? Sam, het over. Goedemorgen, Robby. Welkom, we zijn aan het opnemen. Waarom moet hij... Hij is weggegaan. Oké, nou, dan houdt het op. Even kijken, hoor. Nou, je komt hier binnen. We hebben dus nieuwe dingen gemaakt. Daar heeft... even denken... die Belg heeft eraan meegeholpen, die Winnie de Pooh. Hè? Wat? Ja, dat jij hier mee hebt geholpen aan dit gebied. Ja, dat heb ik zeker gedaan. Denise. En even kijken, je ziet dus hier dat je niet op de lava mag springen, want dan ga je dood. Dat is het bekende spelletje. En dit is een heel nieuw gebied. En ik vind het een fantastisch gebied geworden. Vind je ook niet? Ik vind het een hartstikke mooi gebied. Schitterend. Schitterend. Ik vind het nice. En wat leuk was, dat ik deze huisjes te koop ging zetten. En dat mensen hem gelijk gingen kopen. En dat is dan ongeveer voor 8 weken. En daar betaal je 250 coins voor. Ik ga je eerlijk zeggen, na 8 weken gaat die naam weg. En dan kan jij op een eigen huisje huren. Dus zeker awesome. En er komen nog veel meer van deze gebouwen. En die gaan voor een aantal weken in de huur. Dus zie jij een leuk huisje. En zou je die willen kopen, dan is die gewoon voor 8 weken van jou in de huur. Dus Irma, hier mag je niet naar binnen, want hier woont namelijk Tim Tim. Ja, alle huisjes zijn al verkocht. Ja, logisch. Ik was echt maar, ik zet ze te koop. Ik draaide hem om en bijna alles was verkocht. Ja, ik kan er niks aan doen, mensen, maar dat is gewoon het voordeel van als je erbij bent wanneer wij aan het bouwen zijn. En we hadden dit geplaatst, dit gebied. Maar Sam is natuurlijk bezig aan een nieuw gebied. En ik zal even vragen of die komt, Sam TS. Dan kan hij misschien iets uitleggen over dat nieuwe gebied. Nou, even kijken. Hier hebben we een gemeentehuis. Dat gemeentehuis is natuurlijk een van onze eerste gebouwen die we ook hebben gemaakt voor Downtown. Het staat vol met Dragon Eggs. Ja, klopt. En ook al mis ik er wel een paar. Ik mis hier nog één. Zo. Mooi, Roos. Als je maar niet dat blokjes loopt daar. Als je maar niet dat blokjes loopt. Hallo. Hallo Sam. Sam, de kijkers zijn benieuwd wat je aan het bouwen bent en wat ze binnenkort misschien wel kunnen kopen. Oh, oké. Okay. Kan jij een heel kleine inlichting geven als ik naar Span ga? En onze heel kleine, dat ga ik heel stiekem, maar ga ik heel stiekem, want mensen gaan ze ons achtervolgen. Ook die draak gaan me elke keer achtervolgen. Oké, ik klim snel over. Ik klim snel. Want Sam die bepaalt, het is zijn project, dat mag je eerlijk zeggen. Zijn project, zijn ding. Mm-hmm. Jij gaat laten zien wat wij alvast mogen zien als een sneak preview. Ik volg jou gewoon wat mensen mogen zien al. Oké. Dus dit wordt nu een nieuw vakantiepark in Disneycraft. Het zit achter Span. Met luxe huizen. Je kunt het huis van de buitenkant kunnen we wel laten zien, denk ik. En misschien is het leuk als we ook nog het zwembad laten zien. Want er is ook een hele grote ruimte. Het staat achter deze huis, achter het standbeeld hier. En er zit een zwembad in en er komen ook nog restaurants en zo in. En misschien gaat het ook nog te koop staan. En als we hier naar binnen gaan... Mm-hmm. Ja, kunnen. En, en dan kan je hier naar beneden gaan. En... Dan kom je uiteindelijk aan bij... Het zwembad. Is er? Nou. Wat is er? Wat is er? Oh, ik denk dat Fitz de kaartje wil kopen. Oké. Oké, wat? Wat wil je? Nou, kun je kijken? Meneer, weet je het zeker? Ja. Mag ik? Wat zei je? Ja. Wat moest ik huren dan?
Choco Unchained. Meneer, hebben jullie ratatouille? Ja. Oké, okay, nou, maar die hoeven we niet hoor. Dat moeten we even zeker weten. Hebben jullie toevallig Django Unchained? Ja, die hebben wij hier. Ja? Doe er maar één van. Is dat een DVD? Is dat een DVD? Dat is een DVD. Dat is een deur. Nee, dit is geen deur, dit is een DVD. Meneer, u geeft mij een houten deur. Hier heb je een ijzeren. Nee, maar je kunt er naar kijken. Dat is een ijzeren deur, meneer. Ik wil een Django Unchained. Ja, weet ik, ja, nog steeds niet tevreden. Wel, ik wil een Django Unchained, meneer. Ik wil een Django Unchained, meneer. Wat, schat, je kan er toch naar kijken? Ah, je kan er. Ik kan er naar kijken. Een mooie film. Nou, ik weet niet welke film ze kijkt, maar in een pornofilm zit nog een beter verhaal, Roey. Die hebben het trouwens ook. Oké, nou Sam, kom maar even hierheen. Je wou nog wat laten zien. Okay. Dit vind ik het mooiste van alles. Oké, dank je. Ik vind het leuk bedacht. Dat vind ik leuk bedacht. Ik vind dit mijn hoekje, jongens. Ik vind... Rot heen ervoor. Ga naar weg. Oké, okay. Dat is een vuurvlam. Noemen. Oké, ja. Hallo. Oké, okay, nou, je kan je omkleden. Oké, okay. Even niet gluren. Zo. Nee! Weg! Ik wil privé omkleden, opzouten. Zo. Ga weg! Nee. Halleluja, jongens, ik kan me niet eens omkleden. Verdomme. Oké, okay, ja, ik heb me omgekleed. Ik ben naakt. Okay, ja. Ja, eenden zijn toch naakt? Wat? En dan moet je hier doorheen. Waar ben je? Hier. We hebben een Sam. Hier. Hier. Ja, kom. Zie je. Oh, dat grote zwembad heb je gemaakt, Sam. Ja, dit vind ik het beste van het hele dit zwembad. Is echt wel, ja, ik vind het wel apart. Ja. Nou, ja, leuk om te zien, Sam. Dank je. Oh, dit hoort nog bij. Oh, douches. Oh. Leuk dit, zeg. Even douchen. Je bent nog ineens in het water geweest. Ja, hier. Kijk maar hier. Tot mijn middel, hoor, Irma. Dat is voor de rest... Oké, okay, ik geef het toe. Je bent aan het pootje baden. Swag! Oh. Oh, we kregen een lekstoot. Denk ik. Je volgt ons ook. Even kijken, nou wat hebben we hier allemaal? We hebben hier een trap, zie ik. Een hele grote trap. Wat mogen we zien, Sam? Want... Of laat je nog een beetje wat bewaard voor de mensen? Je bent al bezig aan bouwen, hè? Klopt dat? Ja, maar ja. Het zwembad is sowieso al af en er komen nog veel meer dingen hier. Dus het zwembad wil ik wel laten zien. Vincent? Oké. Okay. Ja, Rika? Er zit iemand bij jou op de andere teamspeak. Oh, echt? Ja, kijk maar. Moment. Ja, ik zit op twee teamspeaks, jongens. Het is heel erg... het is heel erg, hè? Even kijken hoor. Helpt je drukt je drukt daar boven. Als je op de andere speak gaat, dan druk je ja, boven op dat ene microfoontje naast Holloway. Is die een admin? Nou, hij zit bij jou in, ik weet niet. Zit hij niet als een vragen. Admin? Sup, man. Nou, we zijn even bezig met de opname, dan komt het dadelijk wel. Oké, okay, Ja, we hebben 689 next spot. Ja, dan kan je hier dus... even de duik nemen, een zwembad. Ik hoor... Of awesome. Hoorde ik net, niks. Ik hoorde net iemand praten achter. Ik doe dat even uit zo. Oké. Okay. Oké, hoor je me nog? Oké, tof. Ja? Ik hoorde net een Engelse stem er doorheen, wat de hel. Goed. Welkom bij de opname, we zijn nog steeds bezig en iemand staat voor mijn giegel. Ja, dit is oh, duikplankjes, kijk nou, leuk. Oké. Okay. Dit is wel gaaf bedacht, die duikplanken. Super, echt heel tof. Het ziet er echt tof uit. Maar als je te ver springt, dan kom je een beetje neer op het ondiepe gedeelte. Ja, dat is voor de... Jij kan gewoon ver springen, oké? Okay? Als je een draak bent, kan je er gewoon naartoe vliegen. Dus... Oké. Okay. Ja, goed. Oké, Sam, wat wil je nog meer laten zien? De wildwaterbaan. Ook een wildwaterbaan. Dat is het laatste. Ja, is goed.
Ga je naar boven, dan kan je hier doorheen. Gaat heen. En, oh, daar. En dan kan je door de wereld af gaan. Wee! Kijk jongens, dat is de bedrock muur. Tot daaraan mogen we bouwen. Mooie muur. Yay! Mooi uitzicht. Er komen nog wel dingen, jongens. Ja. Oh, wee, dit is leuk, joh. Wee. Mooie derpmuur. Daar was ik mee bezig. Ja, weet ik toch. En Roeberg zit hier ook ons op te wachten. Oh. Even kijken, hoor. We gaan naar boven. Als het niet... Waarom kom ik hier niet omhoog? Ik kom hier echt niet omhoog. Nee. Niet. Ja, nu wel. Oké, okay, en hier is een cafeetje. Dus je komt met je natte pak, kom je, kan je lekker zitten hier. Leuk, joh, die stoeltjes. En het kinderbadje. Kinderbadje. Ah, oh, en daar zit de Roebex gezellig in. Ja, jij ja, kan er ook gelijk. Kijk, en dan rij je weer naar boven. En dan kom je weer uit op dit. Oh, leuk. Dat is apart gedaan. Grappig, joh. Uh-huh. Ik vind het een heel apart design. En ik ben er nou verliefd op. Dat ben ik echt serieus. Ik vind het nou ontzettend. En dit de jacuzzi's. Ja. Waar? Waar zit zij nou weer? Ja, jacuzzi. Auw. Oh, nou, dan ga ik wel even hier zitten. Waarschijnlijk hebben wij nog wel ergens een hoofdje. Oh. Waarom doet mijn name zoals Kart niet? Wel. Wel, hij doet het gewoon wel. Oh, bij mij zie ik hem Oscar. Niet laden. Ik zie een het gewoon player het. Ik ben heel benieuwd hoe je dit verder gaat detailleren nog. Oké. Okay. En ik ben heel benieuwd. Ik vind het vet. Wil je nog meer laten zien of dit was het? Ja, dit was het. En je kan natuurlijk meer zien als je VIP bent, want VIPs kunnen gewoon, die vliegen dagelijks overal heen. Over hier en daar. Ik weet het net waar precies allemaal. Ik zit nou ergens in een gebied waar ik nog niet mag komen, heb ik het gevoel. Café? Nee, dat mag ik allemaal nog niet zien. Nee, inderdaad. Dus dit is inderdaad achter het park. Als we gaan vliegen, dan kan je het zo zien. Dit hele gebied staat achter Disneycraft. Hier stond een enorme heuvel. Is helemaal weggehaald. En ik had zoiets van, YOLO, we maken gewoon een heel vet vakantiepark. En als je goed kijkt, dan zie je ook helemaal niks ervan als je loopt. Dat is wel leuk. Het is echt bebost hier. En dat hebben we expres gedaan. Dat je ook gewoon een nieuw gebied hebt. Nog een kleine uitleg. Voor deze 70ste video wil ik ook nog even aankondigen. Ook al weten de meeste mensen al dat wij een VIP-server krijgen. En in die VIP-server gaan we nog lekker niks verklappen. We gaan nog lekker niks zeggen wat we daarin gaan doen. Maar nice. We kunnen wel vaststellen dat VIP Plus en VIP Plus Plus kunnen joinen. Ja. Nice, toch? Nice. Nou, even kijken. Wat hebben we nog meer nieuw, jongens? Ik kan wel even iets laten zien. Dan ga ik even stiekem, zonder dat hopelijk iedereen me joint, naar Warp Simba. En dan kan ik eventjes naar een nieuw gebiedje waar ik mee bezig ben. Namelijk een behind-the-scenes gebied. Een behind-the-scenes loopt op de achtergrond, zie je hem al, die hele lange pijp. We gaan namelijk een behind-the-scenes maken bij een aantal attracties. Dat houdt in dat bezoekers gewoon achter de schermen kunnen kijken. Maar daarvoor moeten ze coins inleveren. Dus je gaat bijvoorbeeld een hekje gaat open. Als je op een plate staat. En die plate kost dan een aantal coins. Die coins raak je kwijt. Maar als je dat hebt gedaan, dan heb je dus een heel mooi uitzicht achter de schermen bij een aantal attracties. We zijn nog even bezig met bouwen eraan. Maar het wordt zeker heel vet. Dus dat is een extra toevoeging weer in Disneycraft. De haven ga ik ook even naar kijken, want daar heb ik een klein stukje aan gewerkt. Maar degene die het meest aan de haven werken, dat zijn natuurlijk onze twee heren. Noem ze maar op, jongens. Erik. Bram. Ja, en Bram. Erik en Bram. Bram. Zaagse kop en Bakaikum Dutch Boy. Yay. En ik zie zelfs dat ze een eend hebben gespiest, die standbeelden. Vet geworden hoor. Echt heel vet. Nee, dat was ik. Ik vind het ontzettend, ontzettend leuk plein worden. En de haven is gewoon iets wat een project is geheel van Bram en Erik. En ik zie echt dingetjes hebben die ik nog nooit eerder heb gezien. En dan wil ik nog even aandacht besteden aan Erik, want die heeft een kanon gemaakt. En dat kanon wil ik even in beeld brengen. Dat is namelijk dit ontzettend enorme Yukol ding. Dit is een grote
bobbel afschiet. En wat die onder is, dat hoort niet. Maar dat komt later nog wel. Daar zijn ze nog mee bezig, een boot of zo. Maar goed, een boot die onder de kogel. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Nou goed. Dus, wat hebben we nog meer, jongens? Wat kunnen we nog meer laten zien? Ik heb mijn hotel. Oh, super kasteel. Ja, goed zo, dankjewel. Warp, dan gaan we even naar de studio. Want natuurlijk, vorige keer in de video hebben we de studio geopend. Ik heb nog niet veel positieve reacties gehad in de server. Maar dat moet denk ik nog komen. Of dat is gegeven, dat heb ik niet gezien. Maar of mensen weten het misschien ook nog helemaal niet. Maar de studio is geopend. Het is een ontzettend groot onderdeel van het park, zoals we wel vorige keer weten. En misschien zien we al mensen hier, hoor. Dat zou kunnen. Hallo. Er vliegt iemand. Okay. Ja, er staat daar iemand. Er staat iemand. Die is nu betrapt in de video. En heet Eline Milsen. Hallo. Hallo, Eline. Jij wilt erdoor, hè? Ik weet het. Ja, ik weet het. Maar dat gaat gewoon even niet. Oh, daar komt iemand. Oh shit, iemand heeft me gezien. Dizzy, kom naar me toe. Oh jee. Dizzy. Land op me en er komt nog iemand. Is het Oscar? Nee, niet Oscar. Wegwezen. Oscar komt. En een bloot belet. En een bloot beleg. Pro-beleg. Bloot belet. Nee, Oscar. Weg. Oscar achtervolg me. Lol. Oscar. Nou, in een nieuw gebied. Ik ga er even naartoe naar het Assenpoes. Wat, Roy, vertel eens wat over het Assenpoesenkasteel. Waar ben je? Nee, vertel maar. Of wil je het zo met je hoofd knikkend vertellen zo? Met je make-up poppetje. Ja. Ja, dat wil ik heel graag doen. Nou, TP maar naar me. Ik heb nog iemand gevonden. Roy, vertel eens even aan de kijkers. Wat heb jij gedaan? Een aantal dingen veranderd, moet je maar even boven de komen vliegen. Je hebt er wat meer roze in verwerkt. In de torens. Ja. Oh! En ik heb meer bomen neergezet. Ik heb de fontein verplaatst naar het midden. Ik heb hier dit water, heb ik ijs gemaakt. Meer een winterachtig. Er ligt sneeuw. Ja. Ik vind het best nice. Oké, Roy. Nou, het ziet er in ieder geval, de upgrade is cool. Leuk, hè? Ja, er missen nog wat details hier bijvoorbeeld aan, aan dit gebouw. Dat moeten we wel even een keer doen hier zo. Gewoon een raam of zo. Heb ik geen raam. Hup, er zit een raam in. Ik zou hem zo laten. Nice. Nee, inderdaad, het ziet er een beetje winterachtig uit nu. Dat is apart, op zich wel heel apart. En dit is natuurlijk part van het Sprookjesbos. En er zit ook een A op, zie ik nu ook. Een A van Assenpoester. Leuk hoor. Ik vind het echt awesome. Heel gaaf ook dat het roze is vermengd. Het was natuurlijk een vrije blauwe kasteel. Het is nou echt magisch. Ik vind sowieso altijd die snowblocks vind ik zo ontzettend matchen bij Brick. Dit, echt waar jongens, let op. Ik laat het heel kort zien voor de mensen. Kijk. Gewoon dit. En dan dit erop. Kijk, dit. Jongens, niet erbij vliegen. Ja, jongens, gaan eens weg. op zouten. Kijk, nice. Dit is al een prachtig gebouw. Ik weet niet hoe. Ja. Ja, mooi raam. Kijk. Nice. En dan pak ik bijvoorbeeld een witte deur zo. En dan doe je dit. Ik vind het er zo leuk uitzien. Dit is ook gewoon al iets, dit vind ik. Dat is met dat Rowie hoofd. Dit zou je nog kunnen doen. Kijk, let op. Als je maar met dit doet. Mensen, ga eens weg. Kst, kst, kst. Weg. De vlam. Kst. Ik kan niet bouwen als jullie eraan. Zo. En dit maak je gewoon een plateautje hoger. Maak je er ook gewoon brik, dikke YOLO. Kijk, dan heb je ook een... En je maakt hier die deur, hè? Plop, plop. Kijk, dat ziet er ook wel heel leuk uit. Zie je? Dan heb je... Zo snel kan je een gebouwtje al heel leuk aankleden. Maar deze kleurencombinatie is... En daar is Roy een voorstander van... Dat je de goede kleuren matcht. Want OW, als je dat niet doet... Dan krijg je een bonje. En dan krijg je bonje met de Roy.
Nou. Nee, dat moet gewoon. Ja. Nee, okay. Ja. Toen, ik heb dit nog een klein stukje verder gebouwd aan de attractie. Volgens mij moet je een beetje gaan slapen. Ja, Oscar, je mag er niet in. Kijk, dit is natuurlijk It's a Small World. Er komen nog veel meer leuke figuren. Duitsland komen nu doorheen. En even kijken, wat staat daarop? Oh, nog scheis of zo. Even kijken. En nu ga je naar Frankrijk. Was Bloubelet nog aan het bouwen? Maar we gaan dit zeker nog in de toekomst zeker nog afbouwen. Want dit is nog lang niet klaar en we willen het helemaal perfectioneren. Maar dit wordt weer een awesome attractie. Awesome. Zo. Awesome. Zegt u? Het is gewoon een heel leuke toevoeging aan het Sprookjesbos. Dan hebben we nog de Finding Nemo attractie waar we mee bezig zijn. Dan hebben we nog de Toy Story erachter. Die wordt natuurlijk ook later geopend. Dan hebben we natuurlijk de ingang van het Sprookjesbos. Dan hebben we nog de Wally attractie. Dan hebben we nog iets nieuws. En ik ga nog weer iets nieuws aankondigen. En dan mogen jullie bepalen in deze video waar die attractie komt te staan. Het wordt een ontzettend awesome jump attractie. En wat is een jump attractie? Een jump attractie is bedoeld voor de mensen die geen fly hebben, de bezoekers. Maar als je fly hebt kan je vals spelen, maar het is bedoeld een attractie met een heel dik fantastisch jump parcours. Oftewel een loopattractie met ontzettend vette dingen. En ik weet precies waar we dat gaan bouwen, want er is namelijk een attractie en die is in onderhoud. En als ik een attractie noem, dan ga ik nu eventjes naar Warp. Wonder Plaza? Die bestaat niet. Wonderworld ga ik even naartoe. Daar is het dichtstbijzijnd. Er komt nog niemand heet. Even kijken. En oh my god, ik zie nou een vleeswagen. die heeft dingen gemaakt, nice. Geloof ik. Wauw. Kevin, ja, een stekenwagen. Oh, wat leuk. Ik ben nou al verliefd op dit wagentje. Leuk, hè? Kevin heeft een aantal wagentjes gemaakt in de park als opvulling. En echt ontzettend leuke toevoeging dat er af en toe van die kraampjes bij staan. En er komt ook een heel lelijke wolf naar me toe gelopen. Oh. Scary. Kijk, daar staat een gebouwtje. Even kijken, achter het reuzenrad zit het. Stom van me. Achter het reuzenrad hebben wij een heel leuk paleis staan. En dat paleis is helemaal uitgehold. Er zit gewoon niks in, er staat helemaal niks in. En het leek me leuk om die attractie helemaal up te graden en hier iets nieuws in te zetten. Alleen denk ik dat dit te klein is voor een complete grote trickjump map. Maar we kunnen wel een jump map hier binnen maken. Dus dat is wel, ik vind sowieso de layout echt ontzettend gaaf. Nou mensen, hebben jullie nog wat te melden? Ik heb nog wel wat te melden. Klopt, Irma, ga er maar naartoe. Oké, / warp. Ga lopen. Ja, ga maar even lopen. Ga maar niet vliegen. Ik volg je. Oh, hallo. Hallo. Oké, dit is namelijk... Oké, mooi. Dat is mooi gedaan. De tv-studio. Nice. Kevin heeft namelijk de tv-studio gedaan van de hoofdredactie TV Disneycraft. Maar wil je binnenkijken, dan moet je gewoon eventjes gaan zoeken in downtown. Irma, jij hebt wat anders, want dat gaan we niet laten zien. Ja, draai je maar zo. Oh, wat is er voor lelijk iets? Oh. Geitje. Het Dragon Hotel. Dames en heren, heb je gezien wat voor bordje erachter staat? Dragon. Die kon ik nooit niet. Oh, oké. Okay. Het is altijd wakie. Oh. Het spijt me, mensen. Niet slopen. Oh, dan gaan ze kijken hoor, wie het heeft geplaatst. Oh ja, nee, wie zou het hebben gedaan? Ik weet het echt niet. Dragon. Niet slopen als de beacon der onheilheid. Oké, kom maar. Laten we zien. Nice. En wist die een fontein, Irma? Ja. En daar moet nog een standbeeld op komen. Mag ik het fonteintje maken of niet? Mag ja, ik mij is de goed. Eer, ja? Hij is gelijk mooi. Ik zou hem nice. Zo doen. Leuk hoor. Oké. Okay. Irma, show me.
Oké, okay, oh, wow. We hebben hier 15 kamers. En dat zijn voor het eerst ronde kamers. Oké, okay, en die komt nog een toren op hierboven? Of blijft dit een... Ja. Hier komt nog een toren op. Oké, okay, heel tof. Dus het is ik nog weet niet af. Alleen, ik weet alleen nog niet hoe, hoe ik dat precies moet doen. Moet gaan doen, maar... En dan pak je een blokje ik kom, en dan, ik verzin er wel iets dan gooi je hem erop. En dan maak je een toren. Nice. Wat verdomme, echt hoor. Wat is er? Ik heb mijn kamer in en dan hangt de beting van die kutje van mij. Ja, ik heb de Disney Classic uitstaan. Ik weet ook niet waarom. Even kijken hoor. Zet hem eens aan. Ja, is goed. Nice. Hij staat als het goed is nu aan. Oké, okay, waar moet ik naartoe? Volg gewoon iemand maar, want ja, daar is de painting. Verkeerde kant. Maar je kan hier ook doorheen. Oh wauw, hij heeft het doorgegaan, joh. Nice. Ik zie geen painting hoor, ik weet niet. Nee, nee. Nee hoor, je bent net niet door een painting gestapt of zo. Ik zie een eentje. Een heel boos eentje, echt heel vrolijk dit ook, als je dit ziet. Echt heel vrolijk. Nice. Ah, heel zo vrolijk. Help. Katie. Ga niet in me zitten. Oh. Ah. Oh. Oh mijn god. Mensen, niet voor 18... niet voor onder de 18. Oei. Deze video. Okay. Ja. Nou. Oké. Okay. Nou. Nou ja. Roy, kom nog eens kijken. Roy, kom eens kijken daar. Oké, okay, je kan niet naar boven. Ja, ik vind die trap van mezelf echt mooi gedaan. Was ja, dat bepaal ik zelf wel. Ik ga eens even kijken. Oké. Okay. Even kijken. Nice. Voor mij was dit inderdaad een aparte trap, ja. Heel apart, dat schuin inderdaad. Heel tof. Ja. Heel apart, joh. Thanks. Ziet er leuk uit. Het ziet echt heel leuk verzorgd uit. En de kamers, die gaan we dan... Die ga je allemaal inrichten, die kamers ook? Ja. Oké, okay, tof. Dan kan ik hem... Dan kan je daar beter mee wachten. Dan kopiëren we het eerst naar een geschikte plek. Of blijft hij op deze plek staan? Want dan kunnen we wel een nieuw leven blazen als we hier natuurlijk dat laten staan. Dat is waar. Ik zeg doen. Hierna aan de kijkers vragen? Ja, vinden jullie de geschikte locatie inderdaad? Zo, dat zijn ook vragen, jongens. Voor de kijkers, jullie hebben hoop te typen. Nou, vinden jullie een leuke locatie? Vinden jullie dat dit hotel ergens anders moet staan? Dan gaan we dat gewoon doen. Ik vind het wel leuk. Het lijkt me leuker als er ook eromheen allemaal nieuwe huizen worden gebouwd. Dat jullie ook weer huisjes kunnen huren. Want ik vind de locatie nog niet helemaal lekker. Nee. Het is zo aan de weg. Er is geen plek voor parkeerplaats hier in de buurt en zo. We kunnen het wel maken op zich, maar het is zo moeilijk om hier te komen voor particulier. Dat is ook wel weer zo, ja. Heel netjes, hè? Dus ik denk mensen, ga maar geen auto kopen. Nee, inderdaad. Nee, ik denk dat we dit gaan verplaatsen. Als je het er ook goed vindt, gaan we een hele mooie plek voor dit zoeken. Ik vind het goed. Dan wil ik nogmaals aan jullie vragen, allemaal aan de mensen die nu kijken, Disneycraft, de laatste vraag die ik jullie vraag, als jullie daar ook op willen antwoorden, heel leuk, ik kijk ze na. Wat is jullie favoriete attractie en zo ja, waarom? Dus dat is wel leuk, gewoon om een vraagje, gewoon random vraagje in deze video, deze lange video. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Bedankt iedereen voor het meedoen en ik hoop op meer Disneycraft en meer plezier in Disneycraft, de grootste pretpark van de Benelux. Yeah. En op naar de aflevering 100. Ja, nou, allemaal, dat duurt nog 30 afleveringen. Dan zijn we allemaal dood. Wat? Oh. Dat duurt nog heel lang. Dan valt er een bom op Nederland en dan is iedereen dood. En zo eindigen we de video op een vrolijke manier. België weet niet, maar België zit aan Nederland. Dus als je aan je honing aan het likken bent, dan ontploft er alles om je heen. Oh, ik lik soms wel andere dingen. Nee. Oh, la, 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 la. Dan lik je maar aan andere dingen. Maar je blijft er altijd een honingdropje.
Nou mensen. Doei doei. Doei doei. Ik zeg outro! Oké, dan zei je dat. Nou ben ik doof. Doof, headset user. Hallo, outro. Iedereen doof nu. Iedereen op het einde zo komt zo van... Ah, waarom scheelt Vincent? Omdat het bijna 10 uur is. Oh mijn god. Waarom doe je er eigenlijk nog meer dat van enthousiasme? Oh, enthousiasme! Hey! Fantastisch dit. Nou, daarom doe ik het niet meer. Nee. Doei. Doei. Ik begreep het.